Dames en heren, goedemiddag bij de wedstrijd Deltasport tegen Sporten 46. Een heuse degradatiekraker op deze middag. 2 weken geleden werd de wedstrijd afgelast. Maar vandaag vindt hij de oorhang op een werkelijk schitterend complex. We beginnen uiteraard met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de beste speler die Nederland ooit heeft voorgedragen, Johan Cruijff. De wedstrijd begon. Sportlust moest winnen om bij te blijven bij Deltasport en bij Haaglandia. Het probeerde gelijk druk te zetten om zodoende Haaglandia bij de kracht te grijpen. Sporters misten wat mensen, zoals Rory Verguljik geblesseerd, Nick Verhagen nog steeds ziek, Kevin Blonk geblesseerd, Freek van Driel geblesseerd, Jeroen Merk geblesseerd, maar trainer Wim van het Westeinde wist eveneens nog een goed elftal het veld in te sturen. Hier onnodig een knullig balverlies van Stef Hoogveld. En het is uiteindelijk Jimmy van der Vaart die de 1-0 laat aantekenen voor Deltasport. Een dompertje, een persoonlijke fout, zoals vaak de laatste tijd gebeurt. Sergio Koedal was geschorst en het is hier Robbie Demeyer die een aanleggen voor een vrije trap en op werkelijk fantastische wijze net na de 1-0 de 1-1 aantekent. Schitterende vrije trap van Robbie Demeyer en de bal lepelt perfect in de kruising. Haaglandia bleef gevaarlijk en wilde ook niet verliezen vandaag hier. Wesley de Ruiter stompt de bal weg en het gevaar is geweken. Een hoekschop van Robin Demeyer komt in de doelmond. Maar deze bal gaat huizen over van Stef Hoogveld. Wederom Robin Demeyer. Alle vrije trappen waren voor zijn rekening. Gooit de bal hoog in de doelmond. Daar was het Mitch van der Vlis die de bal terugkopte. Sportlust in het hagelwitte shirt gaf niet op en probeerde de achterstand ongedaan te maken. Hier is het Stefan Rijsdon die net tegen de keeper aantikt waardoor de bal naast gaat. We zitten inmiddels in de tweede helft en ook Tom Patinama, oud-voetballer van Feyenoord, FC Utrecht, Excelsior, zat weliswaar op de tribune, maar probeerde zijn team toch de wijn te sturen om ook hier te winnen. Bij winst van Sportlust kwamen Haaglandia, of kwamen Heijenoord en Deltasport en Sportlust zijn drieën gelijk op 13 punten. En hier is het wederom een knullig doelpunt door niet goed uitverdedigen van wederom Jimmy van der Vaart die de 2-1 aantekent. Maar zoals gezegd, Sportlust had vandaag een vechtersmentaliteit. Het is Jimmy van der Vaart, maar hier is het Wesley Ruiter die goed uit zijn doel komend de bal onderschept en zodoende het gevaar van Deltasport. Berry Kraam was actief aanwezig op het middenveld. Behendig speelt de bal naar Mitch van der Vlist. Zijn paas belandt in de doelmond, maar helaas stond daar een Deltasport verdediger die de bal kon wegtrappen. Hier een schitterend schot van Mike Vragen en het is Stef Hoogveld die de rebound inschiet. Het was trouwens een schot van Martijn Jansen. Robin Demeyer, zeer actief vandaag. Zijn ploeg sturend en nimmer opgevend. De doelman van Deltasport, Wim van het Westeinde, gaat aan wisselen. In het veld komt Sjoerd van de Bovenkamp en Stefan Rijsdam verlaat het veld. Sjoerd van de Bovenkamp, de targetman van Sportlust, zal voor gevaar moeten stichten om de derde goal te maken. Hier Mitch van der Vlist, maar zijn poging belandt naast het doel. Wederom Mitch van der Vlist, dreigend vanaf de linkerkant. Probeert zijn tegenstander te passeren, krijgt de bal toch nog voor. En hier is het Berry Kramer die het net iets te mooi wilde doen in plaats van de bal in één keer op zijn pantoffel te willen nemen. Martijn Jansen brengt de bal terug. Het spel gaat op en neer. En hier zit wederom Martijn Jansen. De bal voorgooit. Maar de bal is wederom een prooi voor de doelman. Scheidsrechter Bekerbrode voelde de wedstrijd goed aan. En hier een kopbal van Sjoerd van de Bovenkamp. Die net tot corner wordt getikt door de doelman van Deltasport.
Zoals al gezegd, Sparta is bleef drukken. Ze wilden de derde goal treffen maken. Hier komt de bal hoog in de doelmond. De bal wordt in de doelmond gebracht. Weggewerkt door Deltasport. Niet lekker weggewerkt, Martijn Jansen. En de bal onderscheppen. Het is Robin Demeijer. Stef Hoogveld en Robin Demeijer. En die wordt aangeraakt en krijgt een vrije trap. Wat wederom een prooi zal geworden door Robin Demeijer. Wederom, Robin Demeijer. Vanaf de linkerkant een vrije trap. Heel sportlust in de 16 meter. En hier is het Berry Kramer die hoog boven iedereen uittorent. En de 2-3 eindelijk laat aantekenen. Eindelijk sporters op voorsprong. Zeer wel verdiend in de 93e minuut. Dit mag niet meer uit handen worden gegeven. Een hardwerkend elftal. Wat streeft voor de overwinning tot het laatst toe. Hulde voor de spelers van sporters. Zodoende komen Heijenoord, Deltasport en Sportlust met z'n allen op 13 punten. Zoals al gezegd, de onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks. En de nummers 3 en 4 van onderen gaan na competitie spelen. Dat lijkt op dit moment het meest haalbare voor Sportlust. Volgende week de thuiswedstrijd tegen Jode Boys. Wij wensen u tot ziens en een fijn Pasen.